Goedenavond, dames en heren, kijkers van MVS. We zijn hier bij de UFTA, de Underground Fashion Talent Amsterdam. Het is dit keer de derde jaar achter elkaar, dat Sonny, Huip, Max en Isabel dit organiseren. Vandaag biedt de UFTA platform voor vier jonge, getalenteerde ontwerpers. En Toet Amsterdam is er. Dit is de kick-off, de avond voor Fashion Week. Het is hartstikke leuk en we gaan even wat mensen interviewen. Mickey, schat, ja, hoe is het? Ik ga poseren voor de camera. Ja, ook. Oh. Dames en heren, Mickey Hoogendijk, hoe is het met je? Het is heel goed met me, dank je. Wat heb jij vanavond gedaan? Ik moest een klein stukje presenteren voor Alain Roux. En ja, dat was het eigenlijk. Heeft hij dit ook voor je ontworpen? Nee, maar ik geloof dat ik het wel hou. Ja, lekker pak. Nou, maar het staat je heel goed. Kijk, de achterkant, ja. Zeg, wat vind je nou van de UFTA? Ja, ik ben ten eerste dol op Sony. Ik ben geloof ik een van haar grootste fans. En dat ze dit gewoon allemaal flikt, samen met het hele team, vind ik geweldig. Ik vind het echt veel leuker dan Mart Visser en het geëikte verhaal. Ik bedoel, hier heb ik lol, hier sta ik lekker te dansen, mag tenminste een sigaretje roken. En iedereen is gewoon jong en ontzettend enthousiast. Dat is leuk. Ik sta hier naast Alain Roux van Epoch, de eerste lijn die geshowd werd vanavond. Wat was jouw hoofdmoot vanavond? Stoffen zijn denim, satijn, zijde. Maar er was wat met dat denim, toch? De denim was binnenstebuiten. Ja, want het zag er heel goed uit. Het is net tweed, soort van wollig, Chanel, 50's. Het enige model dat ook New York, Milaan en Paris loopt. Andrea, darling, how are you? Goed, hartstikke goed. Hoe heb je het gehad? Je deed de opening, hè? Ja, ik deed de opening, maar ik ben blij dat ik mijn eigen jurk aan heb. Alexander McQueen. Alexander McQueen, darling. Echt couture. Dit is echte couture. Oh. Couture en duur. Of course. Fantastisch. Het ging heel goed. Ik heb genoten. Beeldige meiden. Volgens mij was het helemaal perfect. En nou heb ik gehoord dat jouw moeder ook een stuk heeft gemaakt voor de show. Ja, dat klopt. Zij heeft die gebreide witte jurk gemaakt. Aan het einde. Nou, dat is toch wel leuk. Dus de bruid had een speciale tent. Ja, een speciale letterlijke figuurlijke tent. Ja, ik hou er toch van. Fred, jij zat in de show te bekijken. Wat vond je ervan? Kim springt gewoon uit. Het is niet Nederlands. Het is geen Amsterdam. Het is geen Peese Hoofdstraat. Het is gewoon Italiaans. Het is Frankrijk. Het is geile, lekkere, mooie mode. Jawel, hoe heb je het gehad, schat? Ja, volgens mij wel goed. Je deed goed en mooie show. Zeg even, Dynasty, Alexis of? Crystal. Wie is het? Dynasty in totaal. Echt alles? Alles. En Mugler, hè? Mugler, absoluut, ja. Mugler ook, ja.
We hebben zijn show getaped. We gaan het allemaal uitzenden. Dankjewel, schat. Oké, dank je. We staan hier naast organisatrice van de UFTA, Sunny. Schat, hoe heb je het gehad vandaag? Stressen zeker? De hele dag was relaxed, totdat de gasten binnenkwamen. Toen dacht ik, shit, we hebben er te veel uitgenodigd. Maar het was wel een succes, derde jaar achter elkaar. Ja, dit is de derde editie en het wordt steeds groter. Steeds meer mensen die willen komen. Heel blij om, dus dat betekent alleen maar dat we de volgende keer dus nog groter moeten. Een platform voor jonge ontwerpers, waarom dat idee? Vroeger werd er altijd kleding aangeboden aan mij, toen ik in het nachtleven werkte, van jonge designers die vroeger kan je met mijn kleding PR maken. Nou, toen dacht ik van Fashion Week is in Amsterdam, maar er bestaat verder geen gekkigheid meer, weet je. Het is zo serieus, het is maar goed ook. Maar daarnaast, net als in Londen en in New York, is naast de gevestigde scenes, fashion scenes, is er ook een off-schedule, underground evenementen waar ook nog steeds designers kunnen een collectie kunnen laten tonen, plus voor een groot publiek. Ik sta hier naast een van de mannelijke modellen, Julian. Julian, hoe is het gegaan? Het ging te gek. Ja? Ik vond het heerlijk. Ja. En wat vond je van zijn kleding? Nou, ik had niet echt veel aan, moet ik zeggen. Ik had alleen een slipje aan en een overhemd. Ja, ja. Dat was oké. Okay. Je had wel de meest gevulde slip, zag ik. We staan weer backstage, nog steeds, bij de UFTA. Hier naast mij, Victor, who did the final show. En his muse, Leticia. What's typical your clothes? Glam rock. Yeah. Glam rock. I really have a passion for glam. This is your muse? Yes. Leticia, we know her from way back. Schat, was het niet eng? Het was hartstikke eng, maar ik deed het voor hem en ik heb een leuke tijd gehad. Want je ging butt naked. Ja, butt naked. Ik dacht even iets anders dan mijn kleren aan. Ja, dat is weer iets anders, hè? Hoe vond je het te doen om een modeshow te lopen? Het was een hele nieuwe ervaring voor mij. Ik heb het nog nooit gedaan. Je weet, ik heb altijd gedanst. En maar leuke tijd gehad. Zeker. Ja. Ik zou het zo weer doen. Oké, en wat word je betaald? Oké, we gaan over en out. Oké, ik vind het heel leuk dat je dat hebt gedaan. Hoe komen designers bij jou? Hoe kom jij aan hun? www.ufta.nl. Nou, we gaan allemaal kijken. Dit was MVS UFTA 2007.